De interesse van Feyenoord is serieus. In de Kuip had ik de eerste bespreking, ik herinner me nog goed. Ik wilde graag samenspelen met frivole spelers als Koen Moulijn en Van Hanegem. Maar Feyenoord vond mijn salarisijzen te kortig. Onderhandelaar Fred Blankemeijer, ik denk aan hem, zei, daar krijgt een paard de hik van. Maar Anderlecht en Feyenoord bereikten toch overeenstemming over mijn transfer. Maar dan meldt ook Ajax zich voor mij. Feyenoord zet nog één keer alles op alles. Ik kon ineens zoveel meer geld krijgen. Manager Guus Broks bood een 1 miljoen gulden handgeld of zoiets. Misschien had ik het moeten doen, maar ik wilde bij Ajax voetballen. Bij het grote totaalvoetbal van Cruijff en Keizer. Het voetbal van Ajax, dat spatte er toen vanaf. Anderlecht laat Feyenoord dan niets meer van zich horen, terwijl het toch op erewoord een deal tussen beide clubs was. De transfer naar Ajax komt daarna rond, maar ik kots van mezelf. Nou, ik was er wel verdrietig van en doodziek van al dat gemanipuleer. Een onsmakelijke affaire, de manier waarop mijn transfer naar Ajax tot stand is gekomen en Feyenoord dat zich bedrogen voelde. Waarom niet, Jan? Waarom? Omdat men dom, wankelmoedig, weifelachtig is. Maar ja, wel met enige weemoed.